Tijdens een interactieve gespreksavond werden in Genk de eerste resultaten getoond van IDE. IDE staat voor Design en Innovatie Euregio. Bedoeling is om design als middel te gebruiken bij innovatieve projecten. We zijn echt Limburgse maakindustrie, dus we vertrekken van niks, van vlak materiaal, van geprofileerde profielen, van vlakke houten platen. En daar maken wij volledige, modulaire gebouwen uit. Mark Warson van Warsco Units uit Genk stelde zijn traject enthousiast voor. We merken meer en meer de laatste tijd dat men er de permanente behuizingen wil gaan doen. En toch natuurlijk de voordelen behouden van het systeem flexibel, uitbreidbaar, verplaatsbaar. Maar dat vergt toch wel een ander esthetisch of een ander design van ons product. Het mag niet die blokkendoos blijven, die containerklasse wordt wat ik uiteraard niet graag gebruik. Maar we moeten er een andere aankleding aan geven. En op die manier zijn we heel fel bezig geweest met ons design. We hebben er al mooie resultaten mee gehaald en we verwachten er ook veel van. Het zal echt ook nodig zijn om in de toekomst om te blijven groeien, om er te blijven staan, dat we ook dus aan ons design iets doen en het esthetisch niveau omhoog halen. Om bedrijven te ondersteunen in design- en innovatieprojecten werd een jaar geleden het platform Innovatie en Design Euregio gelanceerd. De bedoeling is om vanuit design opnieuw met nieuwe producten te komen, nieuwe processen te komen, ook zelfs nieuwe arbeidsorganisatie te ontwikkelen. Fasiel uit Genk werkt momenteel aan een prototype van een innovatief verdeel- en verpakkingssysteem. Hiervoor deden ze beroep op IDE. Wel, we zijn eigenlijk bij IDE terechtgekomen via een bezoek van burgemeester Wim Dries, die bij ons op het bedrijf is gekomen. We hebben hem dan ook uitgelegd de grote uitdagingen waar we voor staan. Dat wij wel genoeg ideeën hebben, maar dat we ze eigenlijk zeer moeilijk omgezet krijgen in innovatieve concepten. En hij heeft eigenlijk ons doorverwezen naar IDE als een mogelijk platform om daar een beetje versnelling in te krijgen in heel dat proces. We zijn ondertussen zo dat wij een aantal goede partners hebben aangereikt gekregen. Waaronder Innovatiecentrum Limburg, de Universiteit van Hasselt en ook designbureau Commeet van Leuven. Waar we nu eigenlijk intensief mee bezig zijn om te kijken hoe dat wij de delen op een meer efficiënte manier aan onze klanten kunnen leveren. Ik denk dat er verschillende spelers overtuigd waren van het nut van design, transitie, nieuwe maakindustrie. En in die context hebben wij die versnipperde acties allemaal langs elkaar gelegd en wij hebben het initiatief genomen om een platform te creëren. Voor gedeputeerde Van de Put is innovatie door design een van de mogelijkheden om onze maakindustrie te moderniseren. We zouden graag willen continueren wat we opgezet hebben in 2014. 2014 staat voor 15 bedrijfstrajecten die als dusdanig opgestart zijn. Zowel in de maakindustrie, de mode als in de zorg. En we gaan ook kijken over de grens. We gaan ook kijken in de richting van Eindhoven en we gaan ook kijken in de richting van Maastricht, waar gelijkaardige initiatieven zijn opgestart. Allemaal met slechts één bedoeling, namelijk nieuwe jobs te creëren in Limburg, want daar hebben we absoluut nood aan. Ook in 2015 zal het provinciebestuur samen met Vlaanderen investeren in nog eens 21 nieuwe innovatietrajecten.